wie geschaatst, die breekt aan. En het is een drukte van je welste. En vanavond is eigenlijk wel de avond. Vanavond, zaterdagavond, 22 december, treedt Xander de Boezemanier op hier in het IJspaleis. De mensen achter mij die staan te wachten om naar binnen te komen en om hem te zien optreden. En los van die artiesten is er natuurlijk ook van alles te doen op de schaatsbaan. Mensen kunnen schaatsen van 's ochtends tot 's avonds. Kinderen, ouderen, voor iedereen is het toegankelijk. En de horeca Wiegen staat natuurlijk ook klaar met een lekker hapje en een drankje. En op zijn tijd een lekkere warme glühwein. Gaat u weer kijken naar weer een uitzending van het Wiegen Schaatsjournaal hier. Door u verzorgd door Wiegen TV bij Wiegen Schaatst. Allereerst mijn complimenten voor dit prachtige evenement wat wederom voor de tweede keer in Wiegen wordt georganiseerd. Je bent voorzitter van de club, van het bestuur. Wat doet de voorzitter van Wiegen Schaatst? Ja, allereerst bedankt dat je de complimenten overbrengt, want we zijn er zelf ook heel erg trots op. Dus dat het evenement weer mogelijk is gemaakt en tot we eigenlijk hier vanavond staan als zijnde Wiegen Schaatst van 2012. Je vroeg me voorzitter. Ja, ik ben eigenlijk ooit begonnen met een aantal ondernemers om zeg maar Wiegen Schaatst op te richten. Het idee kwam eigenlijk vanuit een spontaan bij elkaar zaten op een gegeven moment van zullen we eens Wiegen Schaatst met de ijsbaan gaan neerzetten. En aldoende zijn we begonnen. Toen hebben ze mij voorzitter gemaakt met een aantal mensen dus. En dat hele bestuur zit er eigenlijk nog steeds. Is iets uitgebreid. En toen zijn we met z'n allen begonnen met Wiegen Schaatst te organiseren. Nou, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven bij Wiegen Schaatst betrokken. De bedrijven, maar ook de gemeentes bij betrokken. Maar we hebben ook heel veel vrijwilligers. En ook naar die vrijwilligers hebben we gewoon goed moeten luisteren. Van wat is nou het makkelijkste, wat loopt nou heel erg goed. Bijvoorbeeld dit jaar bijvoorbeeld, we hebben de vrijwilligersruimte gemaakt. Echt een aparte ruimte waar de vrijwilligers gewoon lekker koffie kunnen halen. Waar ze lekker even kunnen gaan zitten. Even kunnen terugtrekken uit de drukte hier. En zo hebben we eigenlijk naar heel veel mensen proberen te luisteren. En die hebben ervoor gezorgd dat wij het eigenlijk allemaal anders hebben ingedeeld. Nou, eerst die 300 vrijwilligers bestaat dus uit zeg maar 245 mensen. Die hier elke dag rondlopen voor de baan, voor de schaatswacht, voor de kassa. En we hebben dus een aantal andere mensen. Die zitten in allerlei commissies. We hebben namelijk bestuurs opgedeeld in een aantal bestuursleden. En elk bestuurslid heeft weer zijn eigen commissie. Bijvoorbeeld de technische commissie, de evenementencommissie. De marketing en ik zit zelf bij de vrijwilligerscommissie en in die commissie zijn allemaal vrijwilligers ook weer die eigenlijk in het voortraject om Wiegen Schaatst mogelijk te maken al maanden gewoon keihard bezig zijn geweest om alles voor elkaar te krijgen. Dus die hebben het hele voorwerk gedaan en nu als het evenement draait hebben de vrijwilligers die eigenlijk de diensten draaien hier, die hebben gewoon keihard nodig. Nou is er in september eigenlijk een klein dipje geweest in de organisatie daarvan wat betreft de sponsorgelden, de financiën, of het wel rond zou komen, het was er op of te onder. Wat doet dat met jou als persoon? Als voorzitter zijnde van zo'n club, als het staat of valt met de benodigde financiële middelen? Nou, het was inderdaad in september was het kantje boord of het evenement door zou kunnen gaan. Dat had puur te maken met de financiën. Wiegen Schaatst is een behoorlijk kostbaar evenement, omdat wij een dure ijsbaan hebben, tent en daar komt heel veel bij kijken. Maar we hebben gewoon alles op alles gezet in september. We hebben alle registers opengetrokken met het bestuur, met alle commissieleden, met een heel aantal ondernemers die ons het warm hart hebben toegedragen. En die hebben er gewoon voor gezorgd dat wij met z'n allen, dus eigenlijk echt letterlijk bij met z'n allen, gewoon voor gezorgd hebben dat Wiegen Schaatst toch mogelijk werd. Vanavond staat Xander de Boezemanier hier op de planken. En dat is toch niet een minste artiest. Wat heb je daarvoor moeten doen om hem hier naar Wiegen te halen? Nou, eren wie eren de toekomst. En dat is echt, in dit geval heeft Horeca Wiegen Events heeft het geregeld. Dus die hebben op een gegeven moment Xander Boezemanier voor vanavond kunnen boeken, zeg maar, kunnen regelen. Wij als organisatie waren er heel erg blij mee, omdat het natuurlijk een enorme trekker is. En dat blijkt er wel omdat vanavond compleet uitverkocht is. Dus allebei de horecaruimtes zitten nu helemaal vol. Vanavond zal het op de schaatsbaan ook wel lekker druk zijn. Dus eigenlijk draaien we vanavond de maximale capaciteit. En dat is gewoon heel erg leuk, tot net de dagen voor kerst, tot we zo'n groot artiest kunnen krijgen hier in Wiegen. Nou, als je kijkt hoe het nu allemaal opgebouwd wordt, hoe professioneel het er allemaal uitziet. Ja, dat doet je toch wel wat, moet ik zeggen. De aankomende twee weken zijn eigenlijk de drukste weken Wiegen Schaatst. Want we hebben de kinderen allemaal kerstvakantie. De meeste mensen hebben nu vrij. Dus vanuit vandaag eigenlijk al zie je tot het gewoon veel drukker wordt nog als andere twee weken. En dat is eigenlijk mooi, want om de kerstdagen daar, iedereen komt weer deze kant op. Iedereen is weer een lekker wiegje met de ouders. De kinderen komen schaatsen en daar doe je het met z'n allen gewoon voor. Als je al die blije gezichtjes op de tv ook ziet bij Wiegen TV iedere keer, ja, dat is gewoon super.
aan tafel. Twee heren die specifiek betrokken zijn bij Wiegeschaats op het gebied van veiligheid. Robert, stel jezelf eens even voor. Ja, ik ben Robert Doornbus en ik ben adviseur veiligheid op het gebied van veiligheid van het bestuur van Wiegeschaats. Ja, naast jou zit Ron Brouwers. Ron, jij bent ook betrokken bij Wiegeschaats. Wat is jouw specifieke functie? Ik ben directeur-eigenaar van Ad Heytech en wij verzorgen de techniek eromheen, zeg maar, de veiligheids- en beveiligingstechniek. Ja, de veiligheid begint eigenlijk al in een heel vroeg stadium. Toen we met de organisatie van 2012 begonnen, toen ben ik er al bij betrokken geraakt met van hoe gaan we die tent inrichten. Als mensen binnenkomen in een ruimte waarin heel veel verkeer is, noemen we dat, hè, waar heel veel mensen zijn, dan hebben jongeren al veel minder het idee om daar rotzooi te gaan trappen. Vorig jaar hadden wij iedere nacht hier een aantal mensen die hier het terrein beveiligden. En nu hebben we de beveiliging compleet technisch ingericht met behulp van Ad Heytech. S'nachts met speurhonden rondlopen om het pand in de gaten te houden is niet meer nodig. Dankzij, mag ik toch wel zeggen, dankzij Ron, of niet? Nou, dankzij de elektronica die wij daarvoor gebruiken. We gebruiken systemen om bouwplaatsen te bewaken en evenementen eventueel te bewaken. Het hoeft niet alleen met bewaking te maken te hebben, maar je kunt ook bijvoorbeeld een bouwvoortgang weer willen geven. Nou, dat kan met behulp van de hedendaagse techniek kan het eenvoudig en vaak zonder al te veel kosten, zeg maar. Ja, en even, ik denk altijd in concrete voorbeelden. De hedendaagse techniek op het gebied van veiligheid in de nacht. Moet ik me dan zo voorstellen dat je sensoren, camera's buiten, binnen aan het hele pand hebt hangen en dat wordt door personen op een andere locatie in de gaten gehouden? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat is correct. Daar heb ik eigenlijk heel weinig meer op aan te vullen. We werken met cameratechniek, draadloze cameratechniek met een eigen voeding. Dus dat betekent dat wij op zon- en windenergie de voeding regelen. En dat wij, zeg maar, draadloos de beelden versturen, zeg maar, naar eventueel een meldkamer. En daar kan vanuit de meldkamer kan een stukje opvolging volgen. Het past ook helemaal in deze tijdsgeest natuurlijk, hè, met de groene energie en dergelijke. Ik heb aan het bestuur aangegeven, ik zoek eigenlijk een bedrijf wat het hele terrein in de camera's kan zetten. Zodat iemand die hier op een moment komt dat hij hier niet gewenst is, direct gesignaleerd wordt. Het bestuur is op zoek gegaan naar een sponsor en gevonden bij Ad Heytech wat hier dan heel dichtbij zit op Bijsthuizen. De eerste stap is dat de meldkamer het signaleert. En die doen dat heel goed. En die staan we in contact dankzij de hulpmiddelen van Ad Heytech, van je bedrijf. Dat klopt. Ja. De volgende stap is dat zij gaan verifiëren of hier nog mensen aan het werk zijn. Als zij zeggen, nee, wij zijn al lang thuis, dan hebben we een ander telefoonnummer waar iemand van Wiegeschaats achter zit. En die krijgt vervolgens de alarmopvolging om naar te plaatsen te gaan. En als het daadwerkelijk gezien is dat het een inbraak betreft, dan wordt ook direct vanuit de meldkamer de politie aangestuurd. Dus dan hopen we hier tegelijk met de politie te zijn en de daders te pakken. We hopen dat het niet gebeurt. Ik ga er ook vanuit dat het nog niet is gebeurd. Nee, er is nog geen enkel incident gebeurd. Wij zijn puur voor de technische ondersteuning. Dus wij doen zelf met de beelden helemaal niks. Nee. De beelden die geverifieerd worden eventueel, dat gebeurt altijd via de meldkamer. Dus die zitten wel in de lijn van de opvolging, zeg maar. Ja. Nou, ik wil eigenlijk nog wel één aspect enorm benadrukken. Want ik ben er eigenlijk wel een beetje trots op dat we als Wiegeschaats geen beveiligers op het terrein hebben. Maar het vooral doen met sociaal toezicht vanuit alle vrijwilligers. Die zijn geïnstrueerd, BHV geïnstrueerd door een bedrijf uit Beuningen. En daarnaast hebben ze ook zelf geïnstrueerd op het gebied van veiligheid. Dat ze kunnen signaleren als er iets aan de hand is. En we hebben een drietal veiligheidscoördinatoren aangesteld die ook nog wat meer ervaring hebben op het gebied van signaleren van agressie en geweld. En coachen daar onze vrijwilligers op. En dat gaat tot nu toe perfect. En dat hoop ik wel dat dat door blijft gaan. Nou, ik ben eigenlijk, ik wil nog net niet zeggen opgelucht nadat ik met jullie heb gesproken op het gebied van veiligheid. De mensen die thuis zitten te kijken, nou, alles wordt op en top in de gaten gehouden. Zowel binnen, zowel buiten, zowel overdag als in de nacht. Door onder andere deze twee helden in het kader van de veiligheid. En kom naar Wiegeschaats en voel u veilig. Mag ik een applaus voor Sander de Buzier! Never be your heart.
man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. Yeah! Ik was nog graag bij jou gebleven, maar ik heb veel te doen. Dus die tijd kan ik niet geven. Ik ben onmis... Sanne, je bent wel vaker in Wiegen geweest volgens mij. Ik denk dat ik hier wel vaker ben geweest. Ja, wij zitten net boven de rivier, dus wij zeggen, ja, sommige mensen zeggen houdoe, maar jij zei houdoe toen je afscheid nam. Ja, ja, ik dacht het moet hier, maar sommigen doen het dus ook, gelukkig. Ja. Hebben we niet helemaal vergist. Heel goed. Maar één ding wel, want ook al is het geen Brabant, het is wel Gelderland. Maar alle vrouwen van Wiegen stonden dus voor jouw podium. Ja, te gek. Daarom zweet hij je zo natuurlijk, hè? Oh, het was zo ongelooflijk warm. Niet normaal. Maar ik vind het altijd wel lekker, want dan komt je stem goed los en is het lekker vochtig. En jouw laatste single heet Christmas. Ja, ja. Die hebben we vanavond niet gedaan. Omdat ik met Tilt speelde en die kende dat liedje niet. Dus, oh, jammer. Ja, dus we hebben gewoon maar zo gedaan en we moesten eigenlijk een half uur spelen en we hebben geloof ik bijna een uur gespeeld. Dus... Ja, het duurde wel, ja, het duurde wel lang, maar het was wel leuk. Ja. Ja, wij vonden het ook wel leuk. Als je eenmaal op het podium staat en je hebt het naar je zin, dan moet je gewoon lekker spelen. Ja. Ga je nog schaatsen deze winter? In ieder geval wel skiën, maar schaatsen denk ik niet. Die gaat niet meer hier achter het kasteel schaatsen? Nee, ik ga zo meteen naar mijn gezin en ik woon in Amstelveen, want ik moet echt even echt heel veel tijd in mijn gezin gaan stoppen nu. En dat wil ik zelf ook heel graag, want mijn kleine die begint ongeveer nu te huilen als ik wegga. Want ik ben alleen maar weg. Maar dus ik ga lekker even familiedingetjes doen. Wat ga je met kerst doen? We hebben van kerstavond beginnen we. En dan eerste kerstdag in de middag, eerste kerstdag in de avond. Tweede kerstdag lunch, tweede kerstdagavond. Alleen maar familie, vrienden. Ik heb een ontzettend leuke kerst voor de boeg met heel veel vrienden en familie. Vooral gezin, weet je, opa's en oma's, schoonvader, schoonmoeder en gewoon... Ja, daar heb ik echt wel even nodig. Een goede gezinsinjectie. Ja, hopelijk tot snel. Ja, het was heel erg leuk in Gelderland. Gelderland, hartstikke goed. Houdoe, zeggen we. Oké, okay. Nou toch wel. Houdoe, hè. Houdoe. Hey, Wiegen, bedankt. Fijne kerst. Veel geluk. Hou elkaar vast. Eerst moet ik nog de wereld redden. Daarna kom ik bij jou. Nog 148 mails checken. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Begin bij jou zijn. Je stopt alles wat ik weet. Jij zit gewoon onbeschoft in mijn reet te knijpen. Wat is dit? Ik ben helemaal afgeluid. Ja, meer dan 500 bezoekers trok Sander de Bousmanier vanavond in het IJspaleis. Maar niet in het IJspaleis was het druk. Ook op de schaatsbaan konden mensen weer schaatsen. Een prachtig succes. Ja, en hier naast mij staan de schaatsen weer klaar voor vanmorgen vroeg. Om weer lekker gebruikt te gaan worden. We kunnen nog meer dan 2 weken hier terecht in de kasteeltuin van Wiegen schaats. Tijdens kerst, oud en nieuw en nog in de eerste week van januari kan er weer geschaatst worden. Nogmaals, kom allemaal naar Wiegen schaats en kom het gewoon zelf meemaken. En trek gewoon maar eens een paar schaatsen aan en kom het zelf ervaren. Oké, check! La 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 la